Woensdag 20 december was de dag voor de kwartfinales in de beker van België. Handbal tussen KV Sascha en rijksgenoot Sporting Nelo. Deze laatste staat 6 punten voor in de binnenleague op Sascha en zo leek het wel of de thuisploeg wilde het seizoen nog kleur geven, dit via de beker van België kon. Sascha speelde afgelopen seizoen immers de finale en dat smaakte naar meer. Beide teams gaan goed van start en weten de goal beurtelings te vinden, zodat we een leuke gelijkopgaande wedstrijd in Sportal Zorgvriet krijgen. We spelen een zestal minuten, het staat 4 tegen 4. Het blijft een leuke wedstrijd die wel getekend wordt met tal van 2 minuten straftijden, al dan niet terecht, zodat we naar een 9-9 score gaan. Dan gaat Sporting een versnelling hoger spelen en maakt Sascha de kansen niet meer af, zodat we een eerste 3-puntenkloof hebben. Het staat 9 tegen 12. Met nog 5 minuten op de klok lijkt de thuisploeg even het noorden kwijt en dat is net genoeg om voor rust een 5-puntenkloof op het scorebord te zetten. Het staat 10 tegen 15. Ja, ik denk te veel bal verliezen, waardoor dat zij eigenlijk op de quickbreak kunnen uitlopen. Ik denk dat we 3-4 doelpunten in de eerste helft, op het einde van de eerste helft tegenkrijgen in quickbreak. Dus ja, dat mag niet gebeuren. En ja, dat is natuurlijk dodelijk, ook mentaal is dat een klap dat je aan krijgt. Ja, dat is ook. We hebben ze gewaarschuwd voor Sascha, zeker met die 3-3 verdediging. En dat vraagt ook veel fysieke inspanning. Ik had gevraagd aan de jongens om echt te gaan lopen. Balcirculaties, snelle balcirculaties, positiewissels. En dan moet je Sascha effectief gaan werken in verdediging. En dat vraagt en eist ook zijn tol. Een kloof die in de tweede helft te groot bleek voor de thuisploeg, zodat het als coach van de bezoekende ploeg stilaan meer en meer genieten werd in deze kwartfinale. We spelen dik 9 minuten en het staat 16-21. Op een bepaald moment was het vrij zwaar, zeker de eerste helft. Je zag Sascha mee opkomen. Er komt een time-out, je vraagt bepaalde wisselingen, bepaalde tactische zetten. Dan zie je dat de neerpaald vooruit loopt en dan is het eigenlijk wel een beetje genieten, zouden we zeggen. De derde 2 minuten voor Niels van Sloot en de bijhorende rode kaart verandert niets meer aan winst of verlies. Want dit Sascha was vandaag niet meteen bij machten om door te stoten naar de halve finale van de beker van België. Ja, ik denk het niet. We beginnen nog steeds redelijk goed aan de wedstrijd. Het is gelijk opgaand en dan de laatste 10 minuten van de eerste helft. Verliezen we de pedalen, komen we 5 doelpunten achter aan de rust en we kunnen in de tweede helft nooit eigenlijk nog aanspraak maken op de overwinning. Uiteindelijk winnen de Limburgers met 23-29 en mag het nu mee in de urne voor de trekking van de halve finale van de beker van België. Voor Sascha, dat een moeilijk seizoen kent door vele blessures, staat er nog een lastige opdracht te wachten. Willen ze zich ook plaatsen in het komend seizoen voor de binnenleague? Al zal dat dan moeten gebeuren via de playdowns van onze vaderlandse competitie. We hadden gehoopt dat we net zoals vorig jaar in die beker iets konden doen. We weten dat de Benelieke dat eigenlijk een verloren zaak is voor een groot stuk. We staan nu 6 punten achter op Neerpelt. Dat wordt heel moeilijk om in de resterende wedstrijden die achterstand in te halen. Dus ik denk dat we ons nu vooral moeten focussen, wedstrijd per wedstrijd. Je ziet er nog een kans in om bij die eerste 4 ploegen te zijn. Dan moeten we die niet laten liggen natuurlijk. Maar ik denk dat we vooral moeten focussen op die playdowns die in maart en april zullen gespeeld worden. De halve finale spelen was een van de doelstellingen voor de beker. Dat hebben we nu gedaan. Nu is het alleen hangt het af van de loting. Als ik hoor dat juist Hasselt gewonnen heeft van Bocholt. Tongeren zit er nog in. Vizé kan nog winnen. Ja, als we dan nog Tongeren kunnen trekken, dan is het wel mooi.